En start. Al vele maanden voordat een programma van Tussen Kunst en Kitsch wordt gerealiseerd, beginnen de voorbereidingen. Bekeken wordt welke delen van het land aan de beurt zijn, of men daar geschikte museumlocaties heeft, hoe de nodige ruimtes worden ingedeeld en welke technische voorzieningen er moeten worden getroffen. Het maken van zo'n programma, van A tot Z, dat is wat u nu gaat zien. Nou, ik heb hier Middelburg. Ja, daar waren we dus al een keertje. Hè? Nog iets anders? En dit is iets nieuws, dat is in Vlissingen. En ik heb die plattegrond een beetje bekeken, die informatie, en het lijkt me groot genoeg. Nou, weet je wat? Moeten we even afspraak maken dat we daar even langs gaan? Ja. Huh? In de eerste plaats moet het natuurlijk ruim zijn om die 1200 bezoekers de hele dag hier binnen te kunnen opvangen. Dan moet het ruim genoeg zijn om 12 experts aan een tafeltje te helpen met ruimte eromheen voor de bezoekers. Dan moeten we een hoek hebben, een mooie hoek, waar we de opname kunnen maken. En we hebben nog een soort redactiekamer nodig. Dus ja, het vereist nogal wat vierkante meters, bruikbare vierkante meters oppervlakte. We zijn op zoek naar een nieuwe locatie voor het programma Tussen Kunst en Kitsch. Dus ik wilde dus even vragen. Even, ja, een indruk hebben. Zal ik even meelopen? Ja, oké. En de ruimte valt me aan alle kanten mee, want er is zoveel. Er zijn zoveel hoeken waar je mensen kwijt kunt en waar je tafels kwijt kunt. Dus we nemen dat mee in de voorlopige werkopzet. En dan nemen we nog even contact op over hoe of wat. Wij gebruiken ook nog wel eens een keer gangen met een breedte als deze. Ja. Om daar ook iets in te doen. Ja, maar dat kan toch? Want deze is helemaal open. Ja. Dat is even 3,5 meter. Ja, zeker. Ja, wat we in de zomers, of in het kou wel eens wat gedaan wordt, want die worden wel eens vaker gebruikt als het koud is. Dan worden er van tevoren worden er een stel blowers ingezet. Ja, en dan heet de luchtkanon. Ja. Ja, Kijken kunnen niet steeds laten door. Kwelwater. Ja. Maar ik kom voorlopig niet verder dan 6 daar. En dan zouden we daar nog in kunnen. Dat is 7. En hier voor die machine toch nog 1? Ja, dat is 7. En in deze hoek? En dan zouden hier in de hoek nog heen kunnen zitten. Dat is 8. Maar ja, dan zijn we nog steeds met niet. Met een mooie afgevuld. Ik vind dit ook grappig. Ik moet u zeggen, ik vind het fascinerend. Ik kom hier ook zeker een keer privé terug. Maar ik ben bang dat wij wat voor ons doel, krukjes dus echt te klein moeten vinden. Ja. En dat vind ik wel jammer. Ja. Kijk, dit is de ingang. Zie je, hier is de opname set. Hier, dat is dat trappetje naar boven. Dit wordt de opname set. Ja? Ja, natuurlijk. Mevrouw Lameres hier. Ja. Dan komt meneer Lameres komt hier. De firma die het hier normaal in onderhoud heeft, die moeten we vragen om hier een driefase stopcontact te maken en daaruit een vrije groep weg te halen. Dit is dus de inrichting van de televisieset van de serie Zeggens A. En men gaat ermee akkoord dat als we die meubels wat naar achteren schuiven, dat dan hier op dit tapijt dus een expert van ons kan zitten. Nou, 1, 2, 3, 4, 5 units. Dus hij dacht er nou 8 zou moeten kunnen. Daar gokten we op, hè? Je krijgt natuurlijk van buiten door dat raam krijg je natuurlijk ontzettend scherp daglicht, hè? Ja, het zijn er wel gefilterde ramen al, maar... Ja, mensen moeten daar ook naar beneden weer. Ja, maar ik bedoel, je moet een hoop compenseren waarschijnlijk aan licht hier op deze plek. Ja. Nee, maar als daar een beetje kleur komt, ja. Dan is het wel leuk. Denk ik. Genoteerd. Is het ijzer, hè? Het is hard. Maar ja, dat is gegeven van een locatie waar je komt, waar je op visite bent. Dan praten we dus volgende maand over een volle dag waarin u dus in wezen alleen dan maar voor ons zou werken en voor de bezoekers aan de opname. En dat zijn er dan 1200, dus dat worden 1500 koffies en frisdranken en lunchpakketten. En,
hoe groot maak je dat tafel? Ja, een hele tafel. Dus dan moet je hem toch ietsje deze kant op. Ja, het is gewoon scrap, joh. We hebben op het ogenblik intussen een ploeg van 12 mensen. We zijn ooit begonnen 10 jaar geleden met 8. Maar toen bleek dat met 8 konden we het niet aan. Gezien de hoeveelheid mensen die er dus per dag voorbij komt. Maar ook gezien het vakgebied wat interessanter geworden is. 10 jaar geleden waren we ons niet zo bewust, ik noem maar eens wat, van Jugendstil en Art Deco. Nu wel, dus we hebben daar iemand voor. We hadden niemand voor goud en juwelen en edelstenen, maar die werden wel ter waardering aangeboden. Dus daar hebben we ook een expert voorbij getrokken. Dus het wordt nu eigenlijk aan de andere kant ook gesproken. Wat de dag van vandaag betreft, de polder staat erom bekend dat mensen uit alle hoeken en gaten van Nederland naar hier gekomen zijn om zich te vestigen. Met andere woorden, wat jullie onder ogen krijgen, daar is geen pijl op te trekken. Dat zou een heel aardige doorsnede kunnen zijn van wat je over heel Nederland zou kunnen vinden, maar ik heb geen idee. Even wachten, die worden zo meteen luid en duidelijk omgeroepen. Ja. Tot die tijd kunt u even een kopje koffie drinken op elkaar. Ja, ja? Oké. Okay. En dan mogen we naar de expert. Als de omgeroepen worden. Ja, mag ik kaart aan de huis? Dank u wel. Alsjeblieft, u hoort bij elkaar? Ja hoor. Bent u niet bang dat het beschadigt, meneer? Nee hoor. Nee? Ja, het is niet van hem. Het is niet van mij, dus dat valt mij. Schilderijen? Ja? Bent u hier goed? Ja, want als ik maar weet... Gaat uw gang. Ja? Wij hebben namelijk een bloemenzaak gehad, hè? En daar gebruikten we wel eens in de etalage voor. Dat deden we een hele mooie grote tak orchideeën in. En toen kwam er op een maandagmorgen een mevrouw bij ons binnenlopen. Die had heel veel verstand van antiek. En ik doe hem nog voor geen 50.000 gulden weg, hoor. En die zegt, geef je 2500 gulden voor die vaas. Ik zeg, nee, die heb ik van mijn moeder gekregen. En die voor de winkel. En die hou ik gewoon. Die doe ik niet weg, onder geen beding. Hout. Waar het gemaakt is, lijkt mij te zijn Duitsland. En dan ligt voor de hand dat je dan Schwarzwald zegt. En dit kan ook zo in Duitsland gemaakt zijn, in Zuid-Duitsland, in Bohemen geslepen. Het is ook kristal. En eind van de vorige eeuw. En de waarde hiervan... Een 450, 500 gulden. Dank u wel. Ben je met iets bijzonders bezig? Ja, dat vind ik wel. Dat is heel interessant. Het is een diamant gegraveerd glas uit de 17e eeuw. En we weten dat het gegraveerd is door A. van Kaldenbach. En die heeft het zelfs gedateerd, 1678. Nou, gaat zo'n gravuur nooit helemaal uit zichzelf te werk. Het heeft altijd een voorbeeld. En dan is het, vind ik, mijn taak om te vinden wat het voorbeeld is. En ik heb het gevonden. Het is een boekje uitgegeven 1602. En het zijn allemaal prenten in verband met Ovidius, de Metamorfose. En het is gedaan door Crispijn van der Passer. En als je zoiets hebt gevonden, dan ben je ongelooflijk blij. Dat is fantastisch. Dat is een soort of een kring gesloten is. Hè? Dat geeft je echt veel voldoening. Is dit nou wat je als kleine jongen ooit hebt willen worden? Nee, ik geloof dat ik begonnen ben, eigenlijk wel zeker, om dokter te willen worden. Maar dat was erg gauw voorbij. Toen ik 16 jaar was, had ik het absoluut zekere plan, een schilderende toneelspeler. Dat leek me daar wat voor mij. Maar ook dat is het niet geworden, dus nee, helemaal niet. Vanwaar die fascinatie voor glas? Ja, dat is een van de eerste fascinaties van het glas, dat het breekbaar is. Dat je dus de uitdaging moet aannemen om het glas gaaf te behouden naar een volgende generatie. Verder fascineerde mij zeer dat het glas gemaakt is van zand. Niet van zilver, niet van goud, niet van een kostbaar houtsoort, maar gewoon van zand, het eenvoudigste materiaal. En dan natuurlijk dat een glas gebruikt wordt voor het drinken van wijnen of van andere spiritualiën.
En ik heb wel eens de regel ontdekt, een 100% gunstige regel, moet ik eigenlijk zeggen, dat een verzamelaar van glas ook een liefhebber van de inhoud van het glas is. Er werd vroeger werden daar gloeiende kooltjes ingelegd. En dan werd het in het bed geschoven. Het was het bed lekker warm als de mensen naar bed gingen. Een antiquaire die wou er 2000 gulden voor geven. Voelt u ermee voor om voor de tv te gaan? Dit vind ik wel leuk om voor de tv te behandelen. Dat is een hele mooie. Maakt u jou 2500 goed? Nou, dat maar 19. 21. 3. 3, 2. De steel van wat wij allemaal thuis zullen herkennen als een beddenpan. Maar ja, daarmee is lang nog niet alles gezegd. Want wat voor een beddenpan, meneer Lemeers? Ja, het is een erfstuk. Het is een erfstuk. 4 generaties terug. Een niet zo vreselijk bekende naam eigenlijk voor leken. Het is een bekende faïencefabriek, maar ze maakten ook porselein. Een tuintje. Ja. Ja. Eigenlijk ja, maar dit wordt moeilijk hoor. Geen porselein maken. Fase 2. Fase 3. Hij was bovendien een vriendje van Lodewijk XVI. Je hebt niet meteen een kunstzinnig vak gekozen zelf. Nee, ik heb eerst Frans gestudeerd. Ja. Het was pas toen je je man leerde kennen dat je leven een andere draai kreeg en ook dat van hem, geloof ik. Ja, 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 dat was heel erg leuk. Hij werkte op een kantoor en eigenlijk ging al zijn vrije tijd. Het werd gebruikt om antiek te bekijken, om daarover te lezen, om musea te bezoeken. Dat was heel intensief. En ik kan me ook heel goed herinneren dat bijvoorbeeld tussen de middag, dan had hij ruim een uur vrij en dan moest ik met het fietsje bij de deur staan. En dan kwam hij zo gauw mogelijk naar buiten en dan fietsten we met z'n tweeën op het ene fietsje naar het Waterloopplein. En dan dan bekeken we het hele Waterloopplein en dan roetsten we weer gauw terug naar het werk toe, ja. Je hebt je baan vaarwel gezegd en bent je gaan specialiseren in keramiek. Ja, direct bij het begin ben ik me echt erin gaan verdiepen. En je begint natuurlijk meer met wat je determineren zou kunnen gaan noemen. Je kijkt wat het is, waar komt het vandaan, hoe zit het in elkaar. En wat is de tijd ervan? Dat zijn zo de eerste dingen die je dan probeert zo scherp mogelijk te leren uitvinden. En zo langzamerhand begin ik eigenlijk ook de achtergronden steeds meer te gaan onderzoeken. Steeds meer boeken te lezen over bijvoorbeeld Chinese boeken uit de 16e eeuw of zo. Waardoor je steeds nader de achtergronden leert kennen. En dat geeft opeens weer hele nieuwe perspectieven. Weet jij wat is dat nou Chinees of Japans? Of weet, kan jij dat eens kijken. Op die manometer? Japans? Is dat Japans? Dus? Osaka is het gemaakt? Ja. In Osaka. Dus dat zijn Japanse tekens? Ja. Goed dan. De volgende. Kijk eens even. U bent in Zuid-Amerika geweest. Ik weet het niet. Ik weet er eigenlijk slecht raad mee, maar het is een soort van seinlantaarn of een soort van richtlantaarn. Een soort van zoeklicht. Wellicht op een schip. Maar ik weet het nog niet. Ik ben op zoek. Ik zou het echt aanraden om dat weer een beetje in zijn oude glorie te herstellen. Maar hier moeten we toch wat langer over praten. Hier over die gravure die hieronder zit. Ik denk, ik zou zo even een eerste impulsje negen om de schildering maar te laten zitten. Fred, door wie of wat ben je eigenlijk in het uurwerkvak terechtgekomen? Ja, dat is een beetje vreemd. Mijn vader is daar een beetje de oorzaak van. Mijn vader was koperslager. En de ruimte waar hij zijn vak uitoefende was koud en kil en ongezellig. En die zei tegen mij, ga jij maar een vak doen wat lekker warm thuis. Witte jas aan. Horlogemaker leek me wel. En ik had wel interesse in techniek. En vooral in antieke zaken en in mooie instrumenten. Dus dat was uiteindelijk wel een tip die mij heel erg goed beviel. En zo ben ik in het vak gegaan. Ik ben gewoon uurwerkmaker geworden. Ik heb dat vak geleerd. En ik had een warme belangstelling voor de stijlleer die eraan meekwam. Dat was een klein onderdeel van de opleiding. Maar je kennis, je directe kennis ontleen je vooral aan een intensieve restauratiepraktijk. Je moet je intensief met de restauratie en de techniek van het uurwerk bezighouden. Om dingen te kunnen zien en dingen te kunnen ontdekken. Die de kwaliteit van het stuk bepalen. Ben je ooit uitgeleerd in zo'n vak?
Nee, absoluut niet. Ach, het is een hele standaard opmerking, maar je wordt jezelf steeds meer bewust van het feit dat je eigenlijk maar heel weinig weet. Des te meer mijn relaties zeggen dat ik er zoveel van weet, des te meer weet ik dat het tegenovergestelde zich eigenlijk manifesteert. Des te meer je verdiept, des te meer merk je hoe kwetsbaar je bent en hoe gevaarlijk het soms is om je als een soort van autoriteit te presenteren. Je moet bescheiden zijn. Wanneer komt het moment dat je achterover kunt leunen? Nooit. Ik zou het niet willen. Ik kan me niet voorstellen dat ik in dit vak achterover zou leunen en het niet meer zou willen. Ik kan 100 jaar worden in dit vak. Heerlijk. En dat zie je wel. Meneer, een antieke kroket. Oh, mevrouw. Hij ruikt er ook naar. Lekker. Jongens, wat dachten jullie? Moet je vaker doen, Lies. Moet je vaker doen. Beloof het. Ja, dank je. Is dat ook kids? Nee, dit is een echte kroket. Het zijn tekeningen waarbij het de moeite loont om ze schoon te maken. U ziet dat ze erg bruin zijn en vuil. Hoewel de tekenaar mij niet bekend is, denk ik dat deze tekeningen een waarde hebben van 500 of 750 gulden per stuk. Ik ben in dit vak terechtgekomen vanaf 1949 door deze bibliotheek op het kasteel Duivenvoorde. Ik was een jaar of 12 en ik wilde iets over de geschiedenis van mijn dorp weten. En mijn vader zei, ga maar vragen op het kasteel. Dat heb ik gedaan. Ik ben hier kind aan huis geworden. En daardoor eigenlijk met mijn neus in de boter gevallen. En ik denk dat als iemand in dit vak goed thuis wil raken, dat zoiets moet gebeuren, anders lukt het niet. Ik zal er een voorbeeld van laten zien. Hier zijn twee deeltjes van een boek met stads- en dorpsgezichten. En als we daarin kijken, dan ziet u die prentjes zoals die in het programma Tussen Kunst en Kitsch regelmatig tegenkomen. En er valt nu een papiertje uit, gelukkig geen oude print. Daar heb ik mijn hele land door leren kennen, maar dan in de 18e eeuw. En oorspronkelijk nam ik die boekjes dan in het weekend, ik ging ze zondagmiddag halen, in mijn fietstas mee naar huis. En bracht ze dan de week erop weer terug. En leerde op die manier boek voor boek kennen uit deze bibliotheek. In de periode dat ik er achter kwam dat je moest onderzoeken hoe oud papier was bij oude prenten en bij oude tekeningen, ging het erom dat je de watermerken leerde kennen en ze, als je zo'n watermerk zag, ook kon dateren. En dat, daar heb ik die bibliotheek weer voor gebruikt, want toen ben ik door al die boeken door het papier gaan kijken. En ik wist, zo'n boek is verschenen zeg maar in 1746 en dan keek ik door het papier en dan wist ik, dat papier was dus nieuw in 1746. En zo heb ik al die papieren leren kennen. Het was nodig om in ieder geval zelf te leren etsen en daarom ben ik naar de academie gegaan in Den Haag, om die technieken allemaal te leren kennen. En om een voorbeeldje te geven, al 40 jaar geleden zat ik hier voor het kasteel te tekenen. Want ik kwam net binnen en hier om de hoek hangt een tekeningetje wat ik gemaakt heb in 1954. Dus het stelt niet zoveel voor, ik kon toen net een potlood vasthouden. Maar ik boorde een vak aan, eerlijk gezegd, waar een heleboel van bekend was. En hoe verder ik erin duik, hoe minder er bekend blijkt te zijn. Het blijkt nu zo te zijn dat alles wat je aanpakt en onderzoekt een groot gebied openlegt wat nog onbekend is. En we staan eigenlijk nog maar helemaal aan het begin van het hele papieronderzoek. En er zit dus een toekomst voor ons. Vandaar dat ik besloten heb dat ik noodzakelijkerwijs 120 jaar moet worden. Want anders dan kom ik zelfs door de aanloop niet heen. Mensen met volgnummers tot en met 700. Oh, sorry. Neem het maar. Schijnt ontwerp van Berlage te zijn. Mm-hmm. En ik wilde ook graag weten of je zoiets nou eigenlijk moet poetsen of niet. Want ik heb het in het begin wel altijd gepoetst en dan glindert het inderdaad prachtig. Maar later kreeg ik het advies om dat niet te doen, maar ik word nu een beetje vlekkerig aan de kanten. Ja, het is wel een karwei, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Er worden twee kandelaars bij. Eentje heeft u nog thuis? Eén heb ik nog thuis, ja. En het stelletje staat op de schaal? Nou nee, dat is niet helemaal het geval. Het klokje staat op een kastje in de keuken. En de twee kandelaars die... Van de Chinezen. Nou, dan moet ik hier ook niet bij u zijn. Wat heeft u dan? Ik heb dit. Ja, dan moet u ook nemen. Dankjewel. De oliefabriek in Delft. Sorry, Arnetje Nof. Oliefabriek in Café Delft. 20e jaren. Er is veel van gemaakt van dit soort schalen. De waarde is dan ook niet zo erg hoog. Ik schat het zo ongeveer 150 euro. Ik wilde eerst modeontwerper worden en later wilde ik naar de kunstacademie gaan. Maar ik dacht dat ik niet genoeg creatief talent had. Maar die drang tot zelfexpressie is gebleven. Ik heb ook nog een tijd balletles gehad. Ik dacht, nou, ik wil
Ik wil gewoon ballet doen, ik wil creatief zijn. Eind jaren 60, toen ben ik antiek gaan verzamelen samen met mijn vriend Daan van de Singel. Maar na een tijdje dacht ik, dit is het toch niet helemaal. We gingen in die tijd heel veel naar Parijs toe. En toen zag ik daar in winkels en op de Marché aux Puces heel veel Art Nouveau. En dat greep me. Dus ik nou dit wil ik. We doen altijd antiek weg en we doen alleen maar Art Nouveau. En later is daar Art Deco weggekomen. Ik ben begonnen in 1969 en toen bestond er nog niet zo erg veel literatuur over deze materie. En er bestonden wel oude boeken, antiquarische boeken, die ik dan opzocht in antiquariaten. En ik ging ook heel veel naar bibliotheken. En die kennis die hebben we toen gebundeld, heb ik samen met Daan van de Singel geschreven. En het heeft geresulteerd in een boek en het heet Art Nouveau en Art Deco in Nederland. Wat moet je doen om in jouw vak de top te zijn? Ja. Je moet tot de top willen behoren. Je moet het zelf willen, de top willen zijn. En zo ben ik bijvoorbeeld uitgenodigd om eind van het jaar, in oktober van dit jaar, in New York een lezing te geven over de Nederlandse stijl, over de nieuwe kunst en over de Amsterdamse school en over de stijl en de Haagse school. En daaraan gekoppeld is dan een tentoonstelling van 6 maanden over die stijlen. En dat vind ik dan toch een kroon op mijn werk. Maar Bakhuizen is de bekendste ivoorsnijer geweest die we hebben. Hij woonde in Amsterdam in de 18e eeuw. Bakhuizen. Hij is gesigneerd. 1757. En dit deed hij op zijn 73ste jaar. Maar dit is mooi. Ja, we zijn heel blij. Is dat een familiestuk? Of, ja. Jammer dat hij de rest van de doos weg is, want die plak alleen is ongeveer 5000 gulden waard. Waar ben je mee bezig? Ik ben alles aan het proberen te vinden over dit drinkhoorntje. Ik ben al een eindje op weg, het is een gildenstuk uit Dordrecht, uit 1593. Het is ontzettend vroeg. En je moet zo'n stuk in zijn context plaatsen. En als je alles daarvan uitgevonden hebt, dan hoop ik tot zoiets te komen. Een voorbeeldje wat ik heb gemaakt van een manenkan, waar het hele verhaal op staat. Heel bondig en kort. Maar voordat je tot zo'n kort verhaal bent, ben je door een map. Daar liggen die mappen met zulke stapels gegevens. Dan moet je comprimeren tot een klein verhaaltje. Hoe ben je zelf eigenlijk tot de liefde voor het zilver gekomen? Door een toeval. Het eerste succesje wat ik haalde was in zilver. En omdat het een terrein was waar ik wat ik kon overzien met de middelen die ik toen had. En er was wat ruimte, want ik had geen concurrentie wat kennis betreft in de omgeving waar ik toen werkte, bij mijn ouders. En het spreekt mij enorm aan ook. Hoe meer je ervan weet, hoe meer je ervan gaat houden. Is het nodig of wenselijk om te weten hoe de vakman met het materiaal ooit is omgegaan? Ja, je moet de techniek kunnen nalezen die hij gebruikt heeft. Anders begrijp je niet hoe zo'n stuk in elkaar zit. En dan kan je ook niet zien of het eventueel verkeerd zou zijn of niet. Hoe zou je jezelf willen omschrijven? Eigenlijk een liefhebber die in zaken zit. Een verzamelaar die zijn verzameling behoedt en beheert en daarvan verkoopt. Als hij de kans krijgt, maar genoeg om de zaak draaiende te houden. Denk je dat je ooit afstand kunt nemen van je vak? Daar heb ik al eens over nagedacht. Het lijkt me heel moeilijk. En, om er afstand van te doen, gevoelsmatig. En ook zakelijk om ermee op te houden. Dat is niet zo eenvoudig. Het is een carrière die eindigt op in het harnas. Zo, dat is natuurlijk allemaal vol aan elkaar, hè? Interessant, hoor. Nou. We moeten denk ik in ieder geval even selecteren wat je het meest interessant vindt. Nou weet je, we kunnen toch nog 3 erbij pakken. Ja, die mevrouw had een foto. Ik zei nou, ik wil het allemaal zien. Maar ja. Maar ja, kijk, dit is toch heel bijzonder. Goed. Waar komt dit allemaal vandaan? 2. Dit is een erfstuk wat wij gekregen hebben. 3. Een oom van mijn vader. Dan ga je afvragen, wat is dat waard? Kijk, een tijd weet. Ik zou beginnen met die vrouwtjes. En dan komen we toch gauw op 300 gulden per stuk. Een orkestje van 5 vrouwtjes. En als we deze nou ook op 300 gulden per stuk nemen. En we nemen deze voor 500 gulden per stuk. En we nemen deze
voor 3000 gulden en we nemen deze voor 6500 gulden, oh, dan gaat het verhaal natuurlijk wel veranderen. Dan wordt het krat ook anders. Ja. Ja. Moet een luxe kist aanschaffen. Nou, kijk, toen ik 18 was, dacht ik, ik word chirurg. Maar ja, ik ben toch eigenlijk wel blij dat ik dat niet gedaan heb. Het is, ja, god, chirurg, dan word ik niet zo oud, geloof ik. Hè. En ik geloof dat ik hier wel oud mee kan worden, want het is toch heel wel rustig. Kijk, je zit hier zomaar, ja, een soort, nou ja, ik bedoel, andere mensen worden opgesloten in zo'n ruimte. Ik doe het vrijwillig. De bibliotheek is een beetje klein behuisd. Jazeker, het is hier heel klein, maar dit zijn ook alleen de boeken over Indonesië. Het interessante wat ik hier lees is dat ze op de Prambanan-tempel, kijk, dat is deze tempel die je hier ziet, daar heb ik twee beelden van gekocht, of eigenlijk één van de twee, en die, dan zitten we te kijken waar die vandaan komen. En nou lees ik hier dat er twee beelden gestolen zijn in 1913. En ja, je vraagt je natuurlijk af waar die dingen gestaan hebben. Nou, dan lees ik hier in vakken 3 en 23. En dat is wel leuk als je dat nou leest, dat soort verslagen, dat je daar dus een oplossing vindt. En daar heb je zo'n leeuw. En die was in 1987 op de veiling. Die heb ik voor dat museum gekocht. En nou opeens lees je dan dus waar zich dat bevindt. Dat nazoekwerk, hoort dat bij het vak? Ja, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, welke idioot haalt er in zijn hoofd om de auto te kunnen verslag te gaan lezen? Of hier staan bijvoorbeeld de noodhulen. Nou, vanaf 1863 geloof ik helemaal door. Ja, wie gaat dat lezen? Ik bedoel, dat doet toch niemand? Maar het loont. Heb je hier ook verstand van? Nou, niet echt. Het is eigenlijk alleen maar dat het een beetje een hobby van me is. En dat ik daar af en toe wel eens die tijdschriften bekijk en nalees. Maar ik weet wel natuurlijk dat we hier naar een Bentley kijken, van ver voor de oorlog. Ik weet zeker dat dit soort auto's toch momenteel uitermate zeldzaam zijn. Het is een heel gek schilderij. Heel gek schilderij. Ja, hè? Ja. Heeft je gezien wat een wonderlijke hondenlijn die heeft? Ja. Zou dat en die ligt er bovenop, voel maar. Ja. Die ligt er ook bovenop. Ja, is dat, nou ja, echt geschilderd. Ja, echt geschilderd. Ja, ja. Maar hoe heet het? Nou, die hondenlijn is heel wonderlijk. Lekker of het metaal is. Zo'n metalen stukken allemaal aan elkaar. Nooit. Ja, ja. Ja, misschien was het in die tijd. Ouderwetse misschien wel. Ja, 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 ja. Maar goed, deze vriendelijke pitbull die is voor de liefhebber een paar honderd gulden waard. Ja, ja. Kijk aan, hier hebben we. Hier, dit is echt veiling in Parijs, 1872. We zijn een schilderij van Jonkind aan het nakijken, een winterlandschap, wat gedateerd is 1861. En wat ik specifiek aan het doen ben, is kijken of er meerdere gegevens over het schilderij bekend zijn. Dus de oude collecties, de herkomst, of het wel of niet in de literatuur afgebeeld staat. Kortom, we zijn bezig met research. Ik vind dat het erbij hoort. Ik vind als je op een gegeven moment een schilderij verkoopt en levert aan een verzamelaar, dan moet je in staat zijn om te vertellen waar het exact heeft gezeten vroeger. Dat is niet altijd makkelijk achterhalen, hoor, moet ik zeggen. Soms kom je er wel achter, soms niet. Maar hier op het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag hebben we de mogelijkheid om heel veel na te speuren van heel veel schilders, waaronder dan Jonkind. We zijn eigenlijk meer tijd met het afleggen van bezoeken en research vaak en dingen navorsen dan daadwerkelijk met het verkopen van schilderijen. Dat hoort er eigenlijk bij. Natuurlijk is het belangrijk, want er moet natuurlijk brood op de plank komen. Maar je hebt toch te maken met zeker ik zit een beetje dan in de relatief wat kostbare meesters, dat de mensen toch heel goed willen weten wat ze over het algemeen bij je kopen en waar ze aan toe zijn eigenlijk. Wat je nu doet, is dat wat je als klein jongetje dacht te zullen gaan doen? Als klein jongetje wilde ik piloot worden, zoals alle kleine jongetjes waarschijnlijk. Maar de belangstelling voor de schilderkunst is toch wel vrij vroeg gewekt. Zo rond 15e, 16e jaar eigenlijk. En ook daadwerkelijk ook een beetje met verzamelen. Dus dat is toch eigenlijk, geleidelijk is dat een beetje mijn hobby geworden. En van mijn hobby heb ik mijn beroep kunnen maken. En ik heb er geen spijt van. Ik zou dat onmiddellijk nog een keer doen als ik op deze aardbol zou mogen verschijnen. Ik vind het tot heden toe heel erg leuk. Ik had alleen, ik dacht dat ik waardevoller spul bij me had. En het schilderij was een tientje, maar dan wou ik weten of het laken meer waard was. Ik draai me voorbij het touwtje. En het touwtje breekt in één keer af. Het touwtje.
Ja, alles. Even kijken of ik een reisje kan maken naar de Bahama's. Ja. Kijk, dit zal ik aan meneer Lameres laten. Ja. Die is dat. Oh. Die is twee trappen. En de boeken, heeft u die al laten zien? Nee. Dat is meneer Laurentius. Die zit daar, maar die is nu met de opgave. Voorzitter. En dit is Chinees porselein. Dat is mevrouw Lameres. Ja, we hebben nog meer. En ik heb hier een heel oud antiek crucifix en Chinese vazen. Kunt u naar mevrouw Lameres brengen? Chinees is boven. Twee etages. Twee trappen. Het is een beetje druk daar. Ja. En zo'n pilsenpot precies. Ja. Voor drankje geweest of wijn of arrowie. Maar het heeft totaal geen waarde, want hij is kapot. Wat gebeurt hier? Ik ben aan het boren omdat... Een verschil van mening was over dit beeld. Of het 18e eeuw is of 19e eeuw is. En nu bestaat er een test en dat heet een thermoluminescentietest. Dus de stof die hier nu ligt, die ik eruit haal, die boorsel. En dat stuur ik op naar Stuttgart. En dan kunnen ze nagaan op het laboratorium wanneer dat ding gebrand is. Of het 18e of 19e eeuw is, dat zeggen ze me dan. Zo'n rapport ziet er ontzettend aardig uit. Dit is één rapport wat ik hier heb. Dat is van een kameel wat hier daar staat. En dat krijg je dan heel uitgebreid met grafieken en alles. En een vertel, het beeld is dan 1300 jaar geleden gebrand. En zo probeer ik hier achter te komen of het inderdaad 17, 18e of 19e eeuw is. Ik zie jou niet alleen kijken, ik zie je ook vaak vreselijk met je handen, met je vingers in de weer. Ja, het is een vingerspitsengevoel. Ik ga graag over de dingen heen. Dat voelt prettig aan. Ik voel dan ook het ritme van de man die zoiets gemaakt heeft. En dat geeft een bepaald gevoel. Dat wordt mij vaak gezegd dat ik zo met mijn vingers bezig ben. Dat is heel gek. Heb je altijd kunsthandelaar willen worden? Ik ben erin geboren. Ik ben de vijfde generatie in het vak. En ik weet eigenlijk niet of ik vroeger, ja, ik wou vroeger stratenmaker op zee worden, bij wijze van spreken als kind. Maar nu, zo in de dertiger jaren, toen zei mijn vader, wat wil je? En ik zou wel in het vak willen, maar wist ik veel wat het was. Nou, dan ga je naar de kunstnijverheidsschool en daar heb ik dus leren potten bakken en ik heb daar geleerd tekenen en... En kunstgeschiedenis hebben we daar aan gedaan. En zodoende ben ik eigenlijk in dat vak terechtgekomen en erin gerold. En ik doe het nog steeds met liefde en met plezier. Vind je het een moeilijk vak? Het is heel moeilijk, ja. Want hoe ouder je bent, hoe meer je weet dat je niks weet. Het ziet er echt uit als een martelwerktuig. Dat is iemand die de doodstraf krijgt. Gadverdamme. En het was alleen maar voor een permanentje. Ja, maar wie mooi zijn, moet pijn nemen. Ja, dat is ook waar. Ja, maar punten erin. Geel koper. Dat ding staat. Komt vandaag uit de slang. Ja. Het is een droogkap. Dan zetten ze het in de krullers. En dan. Dat zegt ze toch. Ja, zetten het in de krullers. En dan stak hij het aan, daarachter hoort dus nog wat bij. En dan kwam die warme lucht kwam daar doorheen zo. Nou ja. Het is grappig. Van martelwerktuig tot droogkap. Ja, ja, iedereen weet meteen, dit is Egypte. Ja. Maar het is helaas niet echt. Nou, dat is toch... Oh, er staan nog hiërogliefen in ook. Kunt u het lezen? Nee. Er staat... De zonnegod heeft wat onzin geschreven. Ja. Nou, dat is aardig dan. Nee, er staat onzin op. Ja. Helaas. Maar wat ik begrijp is dat al die stukken die jullie hebben in het museum komen uit Nederland. Ja, dat is de specialiteit van het museum, hè? Wat we hebben en wat we in de opstelling hebben, ook in de depot, zijn stukken en nog toegespitst uit Gelderland en uit Nijmegen. En ook het stuk wat, het stuk wat uit Leiden komt, is ook een Nijmeegs, is ook een Gelders stuk. Mieke. Dus ook een prachtig. Een expert die een andere expert raadpleegt, hoe zit dat? Dat is absoluut nodig, want er zijn vaak stukken die ik nog nooit eerder gezien heb
in het vak. En zeker niet op de kunstmarkt. En dan zit ik soms met mijn handen in mijn haar. Nou, mevrouw Gerhard als conservator van het museum KAM in Nijmegen. Zij hebben in hun collectie 3 van dit soort wasbekkens. En ik kan me zo voorstellen dat zij ze in handen gehad heeft en er heel veel meer van weet. Hoe dat moet voelen, hoe de vorm in elkaar moet zitten. Of die oren erbij kunnen horen. Want daar ligt mijn grote probleem. Ze horen die oren bij de rest van het bekken, want ze zijn veel minder scherp uitgewerkt dan het bekken zelf en de voet van het bekken. En dat kan je ook heel goed zien als je kijkt hoe mooi die voet erin zit. Dus prachtig afgedraaid. Ga je vaak naar de bron van jouw wereld, de vindplaatsen? Mijn hele wereld is geconcentreerd om de archeologie. En dan specifiek de mediterrane archeologie. Dat wil zeggen, archeologie die komt uit de gebieden Griekenland, Italië, Egypte. Daar, mijn vakanties gaan daaraan op. Mijn hele gewoon leven gaat daaraan op. Er komt ook veel uit de Middellandse Zee. Ga je ook wel onder water? Als kind wilde ik 2 dingen. Ik wilde cowboy worden of ik wilde in een onderzeeër. Cowboy ben ik niet geworden. Onder water bleef eeuwig die fascinatie. En op een gegeven moment was het zo dat ik inderdaad onder water archeoloog wilde worden. Daar zijn in Nederland geen mogelijkheden toe. En dat is dus nu puur duiken is mijn hobby. En dat is het gebleven. Maar het is niet meer gericht op de archeologie. Dan moet je eens. Ja. Ik zou zeggen, gaat u daarmee eens naar een andere meneer dan ik. U kunt naar 2 meneren toe gaan. Zowel naar meneer Nijdelmeijer als naar meneer Aardewerk. 1920 ongeveer. Ja. Met een robijntje erin. Eerste gezicht dacht ik, goh, zou dat Russisch zijn? Een beetje Fabergé-achtig, maar dat is het niet, het is Frans. En wat geef ik iemand die alles al heeft? Het is een van die chique Franse huizen, juweliers. En als je dit moet kopen, nou, dan ben je enkele duizend guldens kwijt. Dat is natuurlijk een heel gek ontwerp en dat bepaalt ook de waarde. Ja, en iemand die dat verzamelt. Nee, daar moeten we niet aan denken aan smelten. Dat gaan we toch niet omsmelten. Nou ja, het is een hele belangrijke sigarenkoker. Want wat we in wit zien, dat is hier gestempeld als zijnde wit goud, 18 karaat. Dus dit is allemaal wit goud met 18 karaat schilgouden banden en een 18 karaat schilgouden dop. Dus dat is echt een stuk wat je koopt voor 2 waarschijnlijk Davidoff sigaren. Dus de meest kostbare sigaren. En het is natuurlijk schitterend als je dat zo uit je binnenzak haalt. En je presenteert je vrienden een heerlijke sigaar. Ja. Het is wel zo dat zo'n stuk is heel kostbaar als je dat zou moeten kopen. Bij Gerhard, heden ten dagen, dan denk ik dat je daar iets van 10.000 gulden voor moet betalen. Dit is een waszetting die wij maken om aan een cliënt te laten zien wat het gaat worden. Want als je een tekening maakt voor een cliënt aan de toonbank, dan zijn dit een heleboel schetsen om ideetjes uit te werken terwijl de cliënt daar zit. Dus dat je een idee krijgt van wat wil de klant nou eigenlijk. Nou, op een gegeven moment heb je samen besloten om iets te gaan maken, maar dan kan het zijn dat zo'n tekening toch niet helemaal duidelijk is. En dan maak je een waszetting waarbij je de mogelijkheid hebt om driedimensionaal te laten zien wat het wordt. Is dit werk nu wat je vroeger als kleine jongen dacht te zullen gaan doen? Nee, helemaal niet. Ik wist als kleine jongen absoluut niet wat ik wilde gaan doen. Ja, dus ik had geen idee dat ik in de juwelenbranche zou belanden. Ik ben op school, in de bank was ik nou niet zo'n groot succes. Dus mijn ouders die zagen dat dan niet zo zitten. En die stuurden mij naar een technische school om machinebankwerker te worden. En allengs bleek dat ik met mijn handen nogal handig was. En van de machinebankwerken belandde ik in de school in Schoonhoven. En de vakschool voor goud en zilver.
Daar heb ik goudsmeden en zilversmeden gedaan. En van daaruit ben ik het vak ingerold. 1 jaar als goudsmid. Maar toen bleek dat ik... Ik kon het wel aardig maken. Maar de ambitie van het voortraject... Dus waarom wil een cliënt iets laten maken... Dat ambieerde mij meer. Als het definitieve ontwerp is goedgekeurd door de klant... Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan hebben wij... De goudsmid, de man die het maakt. En dat moet een man zijn met gouden handen. Want iets wat nu in de was staat of op papier, dat moet straks verwerkt worden tot een juweel. En dat is een traject wat heel moeilijk is. Want de goudsmid spreekt de cliënt niet. Dat ben ik. Of een van de medewerkers. Maar de goudsmid moet dus begrijpen van de tekening, van de waszetting... En van datgene wat wij uitleggen, van hoe het uiteindelijk moet worden. En dat is heel moeilijk en dat vereist een jarenlange samenwerking. Dan krijgt u mij 2 nummers. Dat zijn de nummers waarop u wordt afgeroepen. In de tussentijd moet u even blijven wachten en kan u gebruik maken van de consumptiebon die aan de kaart vast zit. De nummers worden zowel binnen als buiten afgeroepen, dus u kan kiezen waar u gaat zitten. Ik vind het een heel bijzonder document. En ik vind dat zoiets bijvoorbeeld een goede plaats bijvoorbeeld in het Fries Museum zou kunnen hebben. Als het als historisch document nou interessant zou zijn voor een museum in Friesland ergens of zo, zou u dan afstand van willen doen ten bate van een museum? Ja, niet voor niks misschien. Ja, nou niet voor niks, maar ja, misschien wel. Je moet kijken in hoeverre dat daar aan tegemoet gekomen wordt of iets tegenover staat. Ja. Wij zijn gaarne bereid van de AVRO uit om daar wat documentatie en research voor u voor te doen. Mm-hmm. Blijkt nou dat dat toch het enige portret van die man is, is het eigenlijk voor Nederland toch een historisch document. Mm-hmm. En ik vind dat we daar u bij zullen behulpzaam zijn, want een dergelijk schilderij moet u behouden. Gaan we eerst? Ja. Deze is klaar. Ja. Hangt mooi recht. Wat is de bedoeling van dit schilderij? Dit is het schilderij voor onze nieuwe tentoonstelling. De tentoonstelling heet Muziek en Schilderkunst in de 17e eeuw. En dat is onze beelddrager. Dat wil zeggen, hij staat niet alleen aan de buitenkant van de catalogus, maar geeft ook eigenlijk weer wat de tentoonstelling inhoudt. Een tentoonstelling van eigen werk? Nee, dit zijn tentoonstellingen, die doen wij 1 keer per jaar. Thematentoonstellingen met bruiklenen uit vele musea, beroemde schilderijen en een aantal schilderijen uit onze eigen collectie. Is dit wat je gedacht had te zullen doen toen je pakweg nog op school zat? Nee, want toen ik nog op de middelbare school zat, toen wist ik al dat ik binnenhuisarchitectuur moest gaan studeren om in het bedrijf van mijn vader te komen. Want dat sprak me zeer aan en dat was zo'n beetje in de traditie van de familie. En uiteindelijk ben ik nu kunsthandelaar al 45 jaar. Is dat een moeilijk vak? Nou, als het makkelijk zou zijn, dan zouden er 200 kunsthandelaren in Nederland zijn die 17e-eeuwse schilderijen deden. Nee, ik denk dat het heel moeilijk is. Wat is de aardigheid ervan? Nou, de aardigheid is natuurlijk het ontdekken van een schilderij. Maar daarnaast ook, en dat is heel belangrijk, niet alleen die centjes, want het is een koop en een verkoop, zoals in ieder in zijn vak dus op die manier geld moet verdienen. Maar ik denk dat het een stuk enthousiasme is wat ik zelf voor die 17e-eeuwse schilderkunst heb. En ik doe dat nu 45 jaar en ik moet je zeggen, iedere keer weer ontdek ik iets nieuws, vandaar ook deze thematentoonstellingen, die dusdanig zijn dat ze eigenlijk toch wel museaal zijn, want deze tentoonstelling gaat 3 maanden naar het museum in Antwerpen. En die is des daarbij nog zo leuk, omdat buiten die schilderijen ook nog de authentieke muziekinstrumenten tentoongesteld worden. Aan deze tentoonstelling hebben 15 kunsthistorici meegewerkt en het is dus een soort interdisciplinair onderzoek geworden, waarbij die muziekkenner, die muziekinstrumentenkenner en die kunsthistoricus van schilderij met elkaar moeten communiceren om tot dit concept te komen. Dat vind ik aardig en dat heeft mijn hart. En dat is natuurlijk een beetje meer dan alleen maar die kunsthandel als galeriehouder spreken. John is bezig om met de eigenaar van de schilderij dat wij in Rosmalen hebben gevonden af te spreken en te bemiddelen dat schilderij mogelijk gaat naar het Scheepvaartmuseum in Sneek. Onderhandelingen daarover zijn gaande en dat krijgt dus nog wel een vervolgje. Zou ik dus leuk vinden als het daar kwam. Dat hopen we.
Als er maar geld genoeg voor aankoop en restauratie boven water komt. Maar we hebben in ons Fries Scheepvaartmuseum in Sneek een afdeling die aan de Friese admiraliteit gewijd is. En die afdeling is niet groot, omdat er door een brand in 1771 veel materiaal verloren gegaan is. Kapiteinsportretten kennen we nauwelijks. En deze meneer De Ket, daar zijn veel achtergrondgegevens over. Hij is in Livorno geweest een keer of drie om de Nederlandse koopvaarders daar te beschermen. Hij is ook bij de Bij van Algiers geweest om die soort steekpenningen te brengen. En er zijn allerlei andere aardige achtergrondverhalen. En bovendien is het een heel decoratief schilderij zoals hij erop uitgebeeld is. En intussen bent u, mevrouw Werkhoven, begonnen aan de conservering van het doek. Ja, we hebben hier te maken met een scheur. En die wordt gehecht met magneten. En het is een ontzettend fijne techniek. Die hebben we onlangs ontwikkeld bij het Panorama Mesdag. En zo kunnen we voorkomen dat er lapjes aan de achterzijde geplakt moeten worden om een scheur vlak te krijgen. Wat dus wel in het verleden is gebeurd. Hier heel duidelijk, nog wel met washars geplakt. Wat dus na ongeveer een half jaar al te zien zal zijn aan de voorzijde. Meestal bij strijklicht kan men een deformatie in het doek zien. En dat is toch wel heel jammer als dat gebeurt. U heeft ook al een kleine proeve van reiniging linksboven uitgevoerd. En dan krijgt het schilderij frisheid terug. Maar er is één probleem, hè, meneer Ten Hoeve. Er staat een tekst achter op dat doek en die mag niet verloren gaan. Eigenlijk niet, nee. Er is een inscriptie uit, of een opschrift uit 1761 en een 19e eeuws etiket. En die zouden we graag willen bewaren, maar het is een technisch probleem, maar ook een financieel probleem. En we zijn er nog niet helemaal uit hoe we dat op moeten lossen. Dat van het schilder ging er toch uit? Ja, maar dat beeld moet even naar voren. Die close-up van die boerder? Close-up van die boerder moet er naar voren. Ja, die houden we aan het laatste beeld. Ja. Ik zal hem zo ver mogelijk in. Volgende inzetten. Onderwerp is Hoogeveen, het kitschschip, tafelschip van aardewerk. Mooi, ja, voor weinig. Het is een groot ding. Nee, afmetingen zijn een belangrijke factor als je wil imponeren. Dus als je grote stukken... En het liep 21,26. Ja. Ja, op het moment dat hij zegt edelkitsch en iedereen wil kijken van is dat nou edelkitsch, ben je alweer naar een volgend onderwerp. Kun je misschien beter die uitloop erbij nemen. Laten we dat maar doen. Hè? Ja, pakken dat 20? Ik heb een lijstje te letten. Ja. Wel nee. ja, die 20, daar ben ik voor. 20? Ja. Ja, ik ben ook voor de 20. Oké, okay. De meeste stemmen gelden. Attentie voor kunst en kitsch. Start. Crossnet zwart, krol, prima.